Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer zitten wij in een heel ander spel, dat jullie nooit verwachten dat wij dit zonder spelen op mijn kanaal. Maar hey, we gaan het toch een keer proberen. We gaan Fortnite Lego proberen. Ik ben natuurlijk samen met Mike. En we gaan samen Lego proberen. We gaan even World... We creëren gewoon een nieuw world. We kunnen meerdere beelden aanklikken. Dus dat komt wel goed. Misschien gaan we het ook gewoon op privé. Sandbox. Wat gaan we doen? Sandbox of survival? Zeg maar, doen we survival. Survival, oké. We kunnen nog. Ik heb natuurlijk gewoon normaal uitgekozen. Dus ja, enemies. We laten gewoon alles standaard staan. Oké, we gaan dat gewoon. We gaan gewoon creëren. We gaan het gewoon lekker spelen natuurlijk. We gaan het gewoon proberen, jongens. We gaan toch proberen om een soort van Fortnite op te nemen. Met Lego. Zolang de Lego erin zit, gaan wij dat gewoon blijven doen natuurlijk. En ja, dat zullen we dan ook altijd blijven spelen. Wait to for me a lucky make 79 to redden. Kan je, moet jij zeker ook een wereld creëren? Nee, matchmaking, waiting for matchmaking to. Ik ben klaar, dus we kunnen beginnen. Bij mij stond er nog, wacht even op Mike. Oké, heel apart. Daar gaan we. Ja. Zo. Nou, daar staan we. Oké, ik weet wel een klein beetje hoe het begint natuurlijk, jongens en meisjes. Ja, we skippen toch wel even. Oké. We gaan natuurlijk beginnen, jongens en meisjes. Ik en Mike gaan natuurlijk samenwerken. We moeten takjes zoeken, we moeten dingetjes verzamelen. We moeten een campfire maken, dus dat zou doen. Dat is gewoon meer voor in de avond. Even kijken hoor. Hoe kunnen wij ook weer dingen maken? Players, map. Moet ik zeker. Collect steen. Ja, ik moet ook steen gaan zitten. Voor sommige dingen moeten we. We gaan gewoon samenwerken. We gaan gewoon een hele mooie stad bouwen. In de dot. Ja, stad, dorp, alles. Dus ja, we gaan gewoon ons best doen. Hè? Dus ja, ik dacht opeens. Weet je, ik ga het toch even een keer proberen, jongens en meisjes. Omdat er natuurlijk wel een paar keer in mijn livestream is gevraagd: kan je een keer Fortnite doen? Kan je dit een keer doen? Ja, het is niet normale Fortnite, we doen gewoon Lego Fortnite. Hoe kunnen we iets craften? Auw. We kunnen dingen doen. Hier zo, weet je. Nou, ik moet eerst weer even opnieuw spawnen, want ik ben dood. Ik ben dood, dus... Kijken. Nou, ik ben ook alles gebruikt. Top. Dus Hoppa. Even kijken. Hier leg mijn spullen. Hallo. Open. Waarom kan ik mijn
kan mijn spullen niet pakken. Oh, die kijk je dus. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we hier wel een beetje onze... Hierboven of zo? Hier is wel een plat stuk, hierboven. Als je nu naar links kunt loopt. De andere kant op. Hier zo. Ik sta nu te springen. Als je daar nu recht door loopt. Ja, en dan. Ja. Hier is het wel een beetje plat, zeg maar. Hier kunnen we wel wat leuke huisjes bouwen. En dat soort dingen. Zo, ik ga even een workbench maken. Die zit er gewoon ernaast. Used crab bench, oké. Okay, we moeten even kijken. Vijfboot. Oké, okay, we moeten even vijfboot verzamelen natuurlijk. Oh, geel. We hebben geel al gelukt. Kunnen we eten. Kijk, dus ja, we gaan er nu wel gewoon echt voor gaan natuurlijk. Ik en Mike werken gewoon zo samen. Dus zodoende. Kijk, ik heb het een keertje met iemand anders gedaan natuurlijk, maar toen werd er niet echt heel veel overlegd. Dus ja, dan kan je niet echt verder komen natuurlijk als er niet echt overlegd wordt. En dat is het meer. Je moet echt wel even overleggen natuurlijk in het spel en gewoon blijven proberen natuurlijk. Dus ja, zodoende. En ik vind het ook gewoon leuk om wat op te nemen natuurlijk. Dus ja, weet je, als stel dat ik wel normaal Fortnite ga doen. Dan zal dat wel. Even nee. Ik moet er 5 moeten hebben, dus. Dan kunnen we natuurlijk boompjes hakken. Ik ook. Misschien moeten we later ook zo'n ding bouwen. Zo, ja. Misschien kan dat, ik weet het niet, jongens en meisjes. Je weet het echt niet of dat kan. Maar ja. Als het avond wordt, moeten we wel bij de dingetje blijven. Oh. Hey, stond je in de fik, hè? Nee. Honger, ik had honger, ik had trek. Oh, had je trek. Oké, ik moet 5. Ga jij op zoek naar kippen, dan ga ik even hout hakken. Voor mij kunnen we deze haken, toch? Nee, niet deze. Welkom, we kunnen van die dunne boomjes. Was volgens mij van die witte bomen die we kunnen haken nu. Dat is wel van die dunne witte. Oeh. Ik help mij natuurlijk wel even. Kom hier, schappie. We moeten een bedje maken natuurlijk ook. Ik heb meat voor je. Oh. Ja, het is lastig om te zoeken. We hebben ook koeien. Kunnen we wat met die koeien? Kunnen we hakken en dan krijgen we dit vlees van. Ah, ik heb er melk van gekregen als je ze aait. Ik heb ook, we hebben ook een vlees. Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb bestjes natuurlijk. Hallo, besjes. Ik heb van die besjes natuurlijk. En ja, jongens en meisjes, misschien moeten we ook wel later een andere sheet kiezen natuurlijk. Want ik heb nu gewoon de begin sheet gekozen. Oh. Oké, okay, even kijken. Oeh, ik heb nog 1 hout nodig. Upgrade. Planken. Oh ja, dan moeten we natuurlijk die dingen maken. Even kijken hoor, ik moet eerst even dunne boompjes vinden. Kan nu volgens mij een hakken.
Ja, voor mij moet je daar die. Oh. Het regent. Oké. Even kijken hoor. We moeten deze maken natuurlijk. En we moeten. Nou ja, geel moeten we sowieso maken. En we moeten die lumberjack maken. En welke ga jij maken, Mike? Ga jij de lumberjack maken of ga jij de geel maken? Ja, voor die anderen moeten we graniet hebben, dus dat zijn stenen. Maar ja, die kan je gewoon, die kunnen we gewoon oprapen, dus dat is wel lekker. Ondertussen ga ik wel een hout proberen. Oh, oké, maar die gebruik je in de regen. Nee, dat gaat het niet, nee. Ja, dat vond ik ook wel een beetje vreemd. Maar de lumberjack kan je gewoon via dingen maken. Oké, kijken. Even kijken. Ja, ik ben weer vol met eten. Ja, we moeten ook goed opletten voor die besjes natuurlijk. Want je hebt ook besjes natuurlijk daar aan de zijkant staan, ergens in bosjes en struiken. Oké, even kijken. Oh, ik heb er 30 nodig. Oké, nou, ben nog wel even op zoek natuurlijk. En we moeten een bed maken nog, dus ja, daar komt nog wel jongens en meisjes. Maar daar moeten we natuurlijk allemaal even naar kijken en ik moet 30 stenen hebben. Dus ja, ik ben nog wel even op zoek naar steen natuurlijk. Gelukkig liggen ze overal. Dat wel, maar ja. Ik moet natuurlijk wel. Ik heb er nu 15 en we moeten er 30 hebben. Oh nee, kijk, helemaal dat ik ook weer. I'm very cool. Jongens, I'm very cool. Ja, dan gaan we even naar de dingen doen natuurlijk. Zo. Want bij de kampvuur sta je natuurlijk niet echt. Maar ja, we moeten wel goed opletten. Ik kan al de lumberjack maken. Dus dan gaan we die ook maken. Ah ja, die kunnen we ook niet in de regen gebruiken. Ja. Oké, dat is het driehoekje. Ja, we moeten een paar planken maken natuurlijk. Dan kunnen we de station upgraden. Oké, wolven klaar. Ja, dat kunnen we later natuurlijk maken. Oeh, een huis. Huis is ook wel handig. Want dan staan we droog en dan kunnen we dat ding verplaatsen natuurlijk. Ja, misschien is dat ook wel handig om te hebben. Maar dan kunnen we die station natuurlijk in huis zetten. En als we dat in huis kunnen zetten, dan kunnen we natuurlijk wat makkelijker gebruiken. Oké, nu weer even teruglopen. Start de beeld. Oeh, I'm very cold. Zo. Hallo, dat kan je al niet. Geen idee. Moet je even op rondje duwen en dan kan je selecteren welk item je nodig hebt. Dan kunnen we die volgens mij
Dan moeten we die ding nog een keer maken natuurlijk, maar dan hebben we 2 wood en dan 5 stenen nodig. Dan kunnen we die werkbans in huis zetten. Natuurlijk. Dus ja, jongens en meisjes, als jullie het leuk vinden natuurlijk hier van Lego Fortnite, laat het natuurlijk even weten. Dan gaan wij natuurlijk daar zeker wel mee door. Dat is ook handig, gewoon koeien aaien krijg je melk. Okay. En dat vult 3 balletjes, jongens en meisjes, dus dat is wel handig. Ja, kijk, maar als we die kunnen upgraden. In bed. We kunnen een bed maken. Oh ja, deze moeten we ook nog maken, ja. Die. Moet ik houten steen hebben? Oké, okay, ja. Dat komt wel goed, dat komt wel goed. Maar ja, het moet eerst even minder regenen, want ik sta een beetje. Kan ik stenen hakken? Oh, kan ik stenen gewoon hakken? Oké. Okay. Dat scheelt mij ook weer gewoon. Helpt mij gewoon weer natuurlijk stenen verzamelen. Ik moet ook weer hout gaan verzamelen, want mijn pickaxe die is ook weer bij. Oh nee. Uit de buurt daar blijken. Want we hebben 4 planken voor mij nodig, toch? 4, 5, 2, ja. Die zijn nu normaal. Oké, ja, want dan kunnen we natuurlijk deze. Als we een upgraden, moeten we 8 planken hebben en shells. Van die rollen, dus dan moeten we een keertje even op zoek gaan naar die rollen dingen. Ja. Zo, ja. Oké, hier hebben we natuurlijk besjes, dus dat kunnen we. Is mooi om mee te nemen. Eigenlijk moeten we later hier een muur omheen bouwen. Want dan kunnen we natuurlijk die bessen gewoon natuurlijk gebruiken. Kijk hoor. Wat? Ah, nee. Wow. Maar voor mijn bed hebben we wol nodig, toch? Ja, volgens mij wel. Zo, ik heb 3 wol, jongens en meisjes. Zo, ondertussen ga ik natuurlijk wel even verder met steen op gaan verzamelen, want we hebben ook een grill nodig natuurlijk. En we hebben nog wel meer dingen nodig. Dat sowieso wel. Tja, we kunnen nu de. Ja, voor die beesten moeten we echt oppassen, die kleine mietjes. Voor mij zijn spinnetjes. Of kleine spinnetjes, ja.
Oké, even kijken hoor. Oh, een bed is heel makkelijk om te maken eigenlijk. We hebben 10 wood nodig. Oh, dan gaan we even wood verzamelen natuurlijk. En dan moet ik even 5 hout verzamelen voor om dingen te doen. Die zit al in de processor. Ja, nee, gewoon normaal hout, hè. We hebben die wood nodig. Maar want, ik heb natuurlijk een pickaxe, daar moet je ook weer hout voor hebben. Ik weet niet precies wat dat precies zijn. Maar kan ik die normale loks hakken hier? Nee. Dus ja. En ik denk dat wel een bed handig is om te hebben natuurlijk. Gaan we wel een bed in huis bouwen, denk ik. Kan lekker naast de kamer liggen. Maar not enough. Oh, ik heb 10 boot nodig. En waarom? Oké. Nou, dan gaan we 10 boot zoeken. dat is weer. Oh, er leggen natuurlijk. Er leggen overal natuurlijk ook gewoon los hout op grond, dus. Dat rapen we ook gewoon op. We hebben hier pumpkins. Pumpkins. Dus ja. Oké, jou ben ik weer even zat. Kijk, we hebben weer spinnenwebben. 6 wood, 7 wood. Nog 2 wood, jongens, nog 2. Nog 2 woed nu. Nu wel 2 woed. Nee, ga je niet aan de volgen. Hè? We moeten ook een pickaxe maken. Dat ik denk, of een hakbijl eigenlijk. Pickaxe heb ik al. Maar ik denk een hakbijl, dat is wel het beste, denk ik. Om te hebben. Maar voor de bomen, ja, dan krijg je stronkjes van. Ja. Maar dan, volgens mij, als je die houten kan natuurlijk, of nee, voor mij is dat een steen of een houten hakbijl. Maar dan kan je natuurlijk makkelijker dingen. Maar ja, weet je, een bed is natuurlijk ook wel belangrijk om te hebben. Want dan kunnen we natuurlijk de nacht skippen, eigenlijk. Ik heb hem alvast neergezet. Oké, de grill. Want wij konden ook al de grill maken. Kijk hoor. Die zetten we wel even hier achter. Oh, nee, use the grill. Ah. Zo. Ja, heb jij nog eten nodig, Mike? Of, Ik heb nog eten nodig, ja. Alsjeblieft, dan leg eten op de grill. Oké, die korns vullen ook best wel snel veel. Dus ik ga ondertussen wel heel wat besjes heb ik hier. Ik heb 5 hout nodig, dus ik ga even 5 hout verzamelen. Weer. Maar dan kan ik een hakbijl maken. Ja, een hakbijl maken. Dan kunnen we dat natuurlijk weer gebruiken. Dus ja, ja jongens, ja, ik ga nog alleen even een. Mis. Jullie komen. Ik ga ook wel weer even eten verzamelen, natuurlijk, want.
Die schapen zijn wel heel snel, hè? Hallo, joehoe. Kom hier, schaap. Ik heb ook vlees nodig, hè? Kijk, ik had vlees voor mij. Ik heb het verzameld, maar ik heb ook vlees nodig. Oké. Zo, yes. Ik heb weer een meat. Oké, had je wat cool, oké. Mooi. Even kijken, en hier. Yes! 1, 3, Force X heb ik nodig, natuurlijk. Ik heb die Force X. Volgens mij kan ik nu dan normale boom maken, dacht ik. Yes! Ik kan nu normale boom maken. Yay. Oké, dus als je 1 wood hakt, krijg je 6 bomen stronken ervan. Oké, nou dat is wel mooi om te weten. Want dan gaan we dat even doen. Zo, kun je dat nog hakken? Ja, dat kan je ook nog hakken. Mooi. Heb je wat nodig? Nou, die shells moet hebben. Oh, die shells, ja. Maar die krijg je van die mollen, volgens mij. Even kijken, wat kunnen we nog meer eigenlijk bouwen? Want we hebben ook... Ik heb nog 7 stenen nodig, dus ik ga even wat steen hakken. Want dan kunnen we een village oprichten. En dat moeten we ook doen, want we moeten ook een hele village iets maken ofzo. Dus ja, jongens, dat gaan we allemaal doen. Ik hoor dat... Ben je weer dood, Mike? Nee, ik krijg het volgende knopje aan. Oh, nee, stop! Stop! Goed zo. Sorry jongens, ja, dansen mogen we niet. Anders had ik dat zeker wel gedaan. Oké. Even kijken, oh, wordt weer avond. Zo, even kijken. Welke kleurtjes zullen we dit doen? Ik denk rood, dat is wel goed. Kan jij al een bed bouwen, Mike, of nog niet? Nee, ik kan al een bed bouwen, maar... Oké. Okay. Ik ga nog even 1 boompje hakken voor je, Mike. Dan kan ik nog een bed maken. Oh, we kunnen een marker. Oh, dat is ook nog helemaal mooi. Maar anders weten we nooit ons huis weg terug te vinden. Auw. Dat was mijn hoofd met de... Okay, dus daar moeten we ook nog even goed voor oppassen. Ik kan een bed bouwen, Mike, voor je. Ik ook. Oh, lekker man. Oké, hier kunnen we... Oké. Nou, dan kunnen wij volgens mij... Your bed. Oké. Mike... Nee, niet. Volgens mij wordt het dan weer dag als het nacht is. Moet het... Dit is een village. We moeten natuurlijk een hele dorp bouwen natuurlijk. Dus die, hier kunnen we upgraden. Hier kunnen we dan een friendly fisher kunnen we dan upgraden en een crowing villager. En zo kunnen we natuurlijk en we kunnen ook dan een soort een mooie huis maken natuurlijk. Dus ja, dat eigenlijk. Maar, ik denk dat dit wel al een goede begin is, Mike. Wat vind jij het, Mike? Dus ja, ja jongens en meisjes. Ik wil natuurlijk gewoon zeggen natuurlijk. Oh, sorry jongens, mijn camera is uitgevallen. Dat wist ik niet eens, mijn camera was uitgevallen.
Sorry voor dat ongemak, ik wist het niet. Ik wil natuurlijk zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet allemaal te abonneren. Vergeet allemaal niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Willen jullie meer van Fortnite Lego zien? Laat het sowieso even weten in de comments. En voor de English Keizers, thanks for watching and sharing. Don't forget to sub down below. Don't forget the notification bell. I see you in the next time. Zoals hij zei is, later later. Zoals ik altijd zeg is, later later. En zoals ik altijd zeg is, yo yo. Yo yo.